Yo, what up gasten. Welkom bij deze speciale Oranje WK special van de Banjo Show. En nu weet ik wat jullie denken. Pardo, het is oranje. Waarom ben jij niet oranje? Waarom is je background gewoon hetzelfde? Nou, dat is omdat ik het nu ga veranderen. Tot zometeen. En welkom terug. Ik wil ten eerste even praten over Nederland. Het Nederlands elftal is berucht omdat hun altijd mis in de penalties. En ik ben de laatste die dat moet gaan ontkennen. Want ik kan het weten hoe het is als je een penalty mist. Ook al is het voor open goal. En ik heb nu een paar wedstrijden gekeken en één ding valt me op. De Vuvuzela. Het is het meest irritante in de voetbal nu. Ik vond al die Engelse hooligans al irritant met die accenten, maar nu is dat nog irritanter. Ik zou dat ding bijna een moordwapen willen noemen. Het is een beetje overdreven, maar jullie snappen het punt met de Vuvuzela, toch? En daarnaast, ik snap ook niet dat ze in Afrika geen geld hebben, alleen maar honger, maar wel een Vuvuzela. Maar als ik honger heb, dan koop ik geen Vuvuzela om de wereld mateloos te irriteren, maar een boterham. Dan vanmiddag de wedstrijd. Het meeste van de opstelling is al wel duidelijk inmiddels. Het enige waar veel over gebitcht wordt, is gewoon de bank. Welke spelers gaan wel op de bank en welke niet? Alleen, ik heb de ervaring mee. Ik kan uit ervaring spreken. Want ik weet hoe kut de bank is. Ik zit het liefst ook niet op de bank. Bank. Oh yeah. We spelen vandaag tegen Denemarken. Wij hebben Wilders, hun hebben een cartoonist. Hij maakte één tekening van Mohammed en daardoor is Denemarken nu op de zwarte lijst van Al-Qaeda. In de verdediging heeft Denemarken toegezegd dat het niet Mohammed was, maar gewoon een Arabier. Dan heb ik voor jullie deze vraag. Wat zie jij nu op dit plaatje? Denk even na. En het is een lamp. En voor de mensen die wat anders dachten, jullie zijn vies. Dan de leukste comment van de afgelopen aflevering. S3MM3TJ3. Oftewel, sandwichje. Je ziet hem hier staan. En de vraag voor deze aflevering aan jullie is: wat wordt de uitslag van Nederland, Denemarken en waarom? Laat het me weten in de comments hier beneden. Mijn meest leuke en creatieve antwoord komt de volgende keer in mijn show. Mocht je deze video leuk hebben gevonden, voeg hem dan toe aan je favorieten en een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hierboven altijd. En dan sluit ik nu wel af met de wijze woorden. Maar ik laat ook een samenvatting zien van hoe Nederland naar het WK ging. Dus de oefenwedstrijden, dit, dat, dat. En dan sluit ik af met de wijze woorden, konnichiwa.